Bij ons in de studio is Jemmeke. En Jemmeke weet heel veel aan van showbusiness. Jemmy, we hebben Corrie Konings gezien deze zomer, die was in Remmen. Ja, een paar keer zelfs. Hè. Ja. Die is hier een leedje komen aanvallen, die is daar nog eens een videoclip komen oppakken in Remmen. Ik denk dat die is wel een knappe vriendin zit, ik weet niet. Nee, in ieder geval, ze heeft TV11 ontdekt, ze heeft Ole Ola opgepakt. Het nummer, geschreven door Ug en door Ton. En dan natuurlijk een fantastische videoclip in de Sunset. Ja, we gaan eens even kijken naar die opnames die we hebben gedaan bij De Weert en Remmen, van de videoclip van Corrie Konings. De gloed van de maan op de Sierra Nevada, zijn wij het vuur op het strand. Nou, wat is hier gaande? We zijn hier een clip aan het opnemen en die wordt helemaal te gek, want het is hier prachtig om te filmen. Ja, ik had al een en ander gelezen op Facebook dat er een geweldige single stond aan te komen. Ik heb hem beluisterd. Het is allemaal heel anders als het was. Ja, het is wel, vind ik, wel een modern liedje met het geheel daarbij. En sommigen zeggen dan, ja, het is niet Corrie Konings, maar eigenlijk wel. Want als ik het zing, dan maak je het weer Corrie Konings. Ja, zo klinkt. En het is een heerlijk, vlot, gezellig. Het is een liedje waar je niet bij stil kan blijven staan. Dit wordt een nacht uit duizend dromen. Olé, 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 olá. Ik zing mee op de klank van de gitaar. Als ik 's morgens slecht humeurd ben, zoals gistermorgen, ik heb me een liedje opgezet en ik was meteen helemaal in de mood om op vakantie te gaan. Oké, dat had ik vanmorgen ook dus. En vanmiddag nog een keer eroverheen. Maar goed, en als je dan het liedje opzet, dat is ook echt waar. Je wordt er vrolijk van en gezellig. Je gaat lekker bewegen. Ja, en de mensen doen dat ook, ja. Lachen en kussen met vuur in de ogen. Jij legt me neer in het zand. Laat het voor mijn part een eeuwigheid duren. Samen op dat mooie strand. De inhoud van de tekst is, je treft een of andere vriend, wil het zeggen dat je een nieuwe vriend hebt getroffen. Een hele mooie man. En wij zijn alle twee in vuur en vlam, lekker op het strand en hij legt me in het zand. En dat kan wel zo lang duren, nachtenlang. Dus ik laat me gewoon gaan. Nou, de opnames zijn helemaal geweldig gegaan en onze cameraman die is zo blij, een regieman. Hij kan hele mooie beeldjes ervan maken en het is hier natuurlijk prachtig. Lekker sfeervol, een beetje Ibiza-achtig. Dus nou, wat willen we nog meer? En dan zo'n liedje, olé, olá. Het kan eigenlijk niet meer stuk. Kan niet meer stuk, nee. We wachten het heel even af en we gaan kijken naar de nieuwe liefde van Corrie Konings. En wij zijn daar, olé, olá, daar waar. Ja, Jimmy, leuk liedje. Olé, olá. Eigenlijk wel. Ik zou het zelf willen hebben, maar ja, het is alweer te laat. Nee, het is een typische Corrie Konings sound. Maar dan vind ik op een nieuwe, verfrissende manier. Lekker dat Spaans, jawel. Dat is pas helemaal bij Corrie. Ja. Immers daar ook een nieuw liedje. Het is onze eigen Yvette Nesselaar. Het ook deze zomer een nieuw videoclip gemaakt, hè? Ja, en wat voor een. Ja. Dan zeg ik direct de nieuwe studio ingepalmd. En het is een prachtige videoclip. Want ze is degene. Degene met een lach, met een lach, een lach, een lach. Voor zin, we hebben best geen doen. Nou, we hadden clipopname. En ik moest van één misschien een doen. En voor zin, nu heb je de ruïne en mooi vacht. Wel, het zit wel heel zo nooit hier, maar laat ik niet voor de gekke mee te gaan. Zo. Dus ik heb ze dan helemaal goed. Ja, veel gaan weer. Hoi Yvette, ja. Tot de volgende keer. Emma, hallo. Hallo, hola. Ik merk in de optreden dat Yvette er al aardig wordt met kind gaat weggaan. Ja. Want met een ene lach kreeg wel heel veel lachen op de mensen hun gezicht het over. Ja, ja, ja. En dan komt ze natuurlijk, ook bij die eigen optreden, komt ze Yvette wel eens tegen. Want ja, dan komt ze zelf uit Mazeek. En dan treedt ze wel eens op in Bels. En dan staat Yvette daar ook als herkenbosselmeidje. Graag, hè? Ja, nou weet ik niet. En dan zeggen ze, en dan werd er nog leuke van alles. Dan zei de presentator van, ja, Jimmyke, dat heb ik niet verstaan, maar Yvette, ik verstaan niet perfect. Logica. Ja, dat wordt nog een beetje oefenen op het spreken. Dan ja, denk ik wel. Oké. Okay. Ja, we gaan eens even kijken naar zo'n optreden van Yvette in Bels. Hoe was dit optreden? In Tongeren, bij familieradio's, vrolijke vriendenbus. Heel veel Belgische toppers. En Yvette stuitte dan als redelijk onbekend Limburgs meisje op de bühne. En hij had dan een topoptreden neergezet. Ja, en inmiddels begint die vet wel steeds bekender te worden. Mm-hmm.
Ja. Mm-hmm. Dat merk ik. Okay. Hebben ze zelf nog stoute plannen, Jimmy? Want ik heb begrepen dat mensen de afgelopen weekend kosten voor dat allemaal getuigen van zijn. Dat is toen een hele bijzondere verrassing. Hij is hier in de studio van TV11 voor die aanstaande. Ja, klopt. Ja, ik heb hem ten huwelijk gevraagd. Maar dat gaan we pas voor 2017 halen. Dus eerst het kindje en dan trouwplannen. Maar ja, je moet kijken, want Roy had gezag, je kon zingen, maar dan moest er vrees zijn, dus daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, het was op zich wel heel bijzonder dat ze voor de uig van alle kiekers de vraag hebt gesteld, hè? Ja, dat was een beetje een dubbele rij. Gauw van, ik wil op een heel speciaal manier doen. En mijn leven is eigenlijk heel speciaal geworden dankzij TV11 in 2009. Dus dat is nu al etterlijke jaren, dus vond ik dan ook, ik heb zoveel door aan Romein en aan TV11 te danken. Dat moest ook het leukst terug doen, hè. Nog één geheimje, en is er nog een heel schoon meisje, die van mij. En je weet het of je weet het niet, leef lui. Maar die van mij is ondertussen al even zwanger. In november kreeg je een baby. Ja. En normaal gezien, ja, die kinger huurt ook nog geen angers. Dus, lieve chat. Ik moest het een keer doen. Zou Stieg met mij willen trouwen? Ja. Allee. Nu zijn we zeer naar weg, gelukkig maar. Ik hoop dat er past, anders kent ze hem ruilen. En het volgende liedje ga ik zingen voor hem. Geef mij een hersenschat. En dat doe ik ook voor u, hè. En moest ik hem kennen, zou ik zingen. Het enige nadeel was dat ze het midden tijdens die optreden is en dan nam ze weer de bühne op. Ja, dat was wel een goed punt. Dus emotie kon ze heel snel wegtoveren door een liedje te zingen. Vond je het wel een spannend moment, de hert? Ik heb nog nooit zoveel zenuw gehad voor op te trainen als die dag. Okay. Dat was verschrikkelijk, maar het is goed gegaan. Hè, dus, ja. En het had je ook gezegd, dus we moesten meer hebben. Ja, dat was het belangrijkste. Absoluut. Bedankt voor de komst. Dank u wel.